Zo, daar gaan we dan. Met je 9 en 10 in eerste klas wagon naar Beijing. Nummertje 5 en wederom wagon nummer 9. En waar hebben we die nog meer gehad, wagon nummer 9? De volgende trein. Nee, dat was nummertje 4. De eerste trein was 9. Nou, we zijn inmiddels ingericht in onze tweepersoons eerste klas coupé. En we gaan nu ontbijten. Het is 8:05. We hebben ons hotel verlaten. Koffietje, theetje. Het meisje ligt alweer lekker onder een dekentje. Kijk. Mijn bedje. En een ventilatortje. En we zien door de raam de laatste uitzichten over Ulaanbaatar. Dag, dag. En hier een stoeltje voor meneer. Nou, we gaan even hier kijken. We hebben hier een eigen kleerkastje in de trein. Hangt de was al in. En dan hebben we een eigen wasruimte, zeg maar eventjes. Ja, super fris is het niet, maar je kunt hier ook douchen. En we hebben een wastafeltje en lampjeverlichting erin, spiegeltje. Nou ja, volgens mij moet dit helemaal top zijn. Of we gaan douchen is de vraag, maar het kan. Over de 28 uur. Ja, zoiets ja, 28 uur zitten we hier wel in, ja. Nou, eet smakelijk vanuit de trein, ons laatste traject op naar Beijing. Yes. We willen van alles verkopen, we kopen geen water. We staan er meteen heel veel omheen. We gaan niet meer water kopen, we moeten allemaal mee sjouwen. Boodschappenkaartjes. Ja.
Oké, geregeld. We zitten in coupé 9. Aan de andere kant zitten we. Een flesje water gescoord. Allemaal vrouwen om je heen. Oh ja, die wel wel lachen. Nou, we zijn aan het lunchen in een supergezellige restauratiecoupé van de trein naar China toe, maar dat is inmiddels al bekend. En wat hebben wij besteld, mevrouwtje? Nou, dat de salade, de omelet niet waren en ook de vis niet waren. En de schnitzels waren op, hebben we allebei maar kip besteld. Bij ons deed het er weer vrij veel vet aan. Maar goed, daar zijn we inmiddels gewend. Wow, het ziet er op zich goed uit en draait goed, dus we zullen kijken hoe dit gaat smaken. De salade en de omelet is alleen voor 's morgens. En is het zo dat we in deze trein al aan de alcohol zitten om half 1 middags? Ik had één wijntje besteld, maar we kregen er twee, dus okay. Ja, dat drinken we dan maar allemaal op. Hè? Maar het is wel, hè, we zullen even rondkijken. Een zeer leuke restauratiecoupé met een gitaar op de achtergrond. Kijk, en mooi ingekleed. En erachter een barretje erin. En de mevrouw van de serveerster. En nog andere gasten uit China zo te zien. En een barretje linksachter. Dus nou ja, goed, misschien komen we een van deze dagen nog wel, of dag, nog wel terug hier voor te eten. Ja, want het is toch wel erg gezellig hier. Ja. En terwijl we eten, rijden we door de Gobi-woestijn van Mongolië. Nou, ik zou zeggen, smakelijk eten. En smakelijk. En hoe smaakt het rutjekjes? Lekker. Maar goed. Wel netjes eten en niet zoals de Mongolen. Want hoe eten de Mongolen? En hoe doen ze dat met krijgen geen mes, dus ze schuiven alles zo op naar binnen. Ja, zoiets. Dus een beetje als op zijn bergijks, maar dat gaan we niet doen, hè? Nee, we eten op zijn Harry van Empels, hè, met mes en vork, hè. Komen van het hof, hè. Smakelijk.
ons ventilatortje in onze coupé toch maar aangezet. En de ramen van de trein open, want hier in die Gobi-woestijn, daar is het toch aardig warm in onze coupé. Maar gelukkig koelt het daar s'avonds ook weer goed af. Lekker met die ventilator? Ja hoor. Ja? Het helpt niet heel veel, maar... Nee, luchtverplaatsing, maar toch beter als die stilstaande lucht. Klopt dat. Dat heeft wel een leren voor ons. Ja. Een verjaardagscadeau. Ik zie dat je bent gaan shoppen. Ik ben even in dat de kantine geweest. Meegenomen. En ik heb een of ander World Best Beer Award van Asia meegenomen. Nou, ik ben benieuwd. Nou, dat is vast goed voor ons. Dus in de Gobi-woestijn, het is hier snikheet buiten. Dus, de bier zit in de klok, dus. Olé, proost. We mogen. En het is ook nog eens zondag, hè? Maar er is sowieso een badje bier drinken op zondag. Hè? Lekker. Het smaakt goed. Bij de grensovergang. We gaan nou Mongolië uit en dan krijgen we dadelijk de treinstelwissel bij China en dan gaan wij dus China in. We gaan, zoals je kunt zien, is de zon inmiddels zo goed als onder op het station. De trein begint weer een beetje af te koelen, want het was erg warm in de Gobi-woestijn. Kijk, en Jolanda die showt ons inmiddels de paspoorten. Kijk, we hebben onze stempel gekregen, zodat we Mongolië uit kunnen. En nou moeten we China in. En van de kant dat die man die komt eraan. Nou.
ondertussen kijken we de foto's. En fruitje. En wat hebben we voor eten gehad?